Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel wolken, dat zagen we vanaf de grond en dat zagen we ook vanuit de satellietfoto. Nederland ligt in de witte cirkel en er is weinig ruimte voor opklaringen en er ligt een heel dik wolkenpakket om ons heen. Hoewel, het was ook weer niet zo dik dat er nou veel neerslag uitviel, af en toe wat licht gespetter. En wat er aankomt, ja, dat ligt eigenlijk een beetje ten zuidwesten van ons land. En in het algemeen betekent dat dus voorlopig aanvoer van flink wat wolkenvelden. De computer berekent dat ook met wolkenvelden, misschien wat licht gespetter in het noordwesten in de nacht, dan wat opklaring en dan volgt in de nacht naar zondag pas een volgend regengebied, om zondag overdag dan wisselvallig weer op ons af te sturen. Maar goed, zover is het nog lang niet. Voorlopig hebben we dus te maken met dat grijze weer, waarin weinig of geen ruimte is voor opklaringen, maar ook weinig of geen neerslag valt. Vanavond is het 9 graden, het is zeer zacht en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vannacht neemt de wind iets toe langs de kust, tot krachtig windkracht 6. Het blijft bewolkt en uiteindelijk zakt de temperatuur naar een graad of 7. De kans op neerslag is niet groot, maar misschien dat er in het noordwesten van het land net even wat lichte regen valt. Ook morgenochtend vroeg nog, maar daarna is het op de meeste plaatsen droog. En dan heeft vooral het zuiden en oosten van het land ook kans op wat ruimte voor de zon. Temperaturen hoog voor de tijd van het jaar: 9 tot maar liefst 12 graden. En een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuiden. Dan gaan we de dagen die volgen bekijken. Met zondag wegtrekkende regen daarna pittige buien. Met tussendoor af en toe een beetje zon, een graad of 9 à 10 wordt het en het blijft flink waaien. De meeste wind staat in de nacht naar maandag en maandagochtend. Langs de kust tijdelijk stormachtig windkracht 8. En maandag overdag vallen er dan regelmatig buien met kans op onweer daarbij. Klein beetje zon kan, maar het stelt niet te veel voor. En ook dinsdag is er nog steeds niet veel ruimte voor de zon. Langzaam maar zeker begint de neerslagkans wel wat af te nemen. En de wind vooral ook. Nou, en dat zet door de dagen daarna. Het wordt wat rustiger. We zien een soort van zaagstand ontstaan in de temperatuur. En dat kan eigenlijk alleen maar bij redelijk kalm weer. Eh, misschien dat de kans op vorst in de nacht is een keertje in de buurt begint te komen. Maar echt winterweer zit er niet in. Maar in elk geval dus wel een rustiger weertype vanaf midden volgende week met wat meer ruimte voor de zon, een kleinere neerslagkans en vooral dus in de nacht wat lagere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.